Ja, u houdt zich nu professioneel bezig met Europa. Maar u bent ook van Maastricht en hebt Europa al vroeg meegekregen als jongen, zeg maar, ten tijde van de eurotop. Ja, dat klopt. Ik was 15 jaar bijna toen hier de eurotop georganiseerd werd. En ik was een middelbare scholier die geïnteresseerd was in de internationale politiek en de politiek sowieso. En ik vond het eigenlijk ongelooflijk dat de Europese high politics zich meldde op de drempel van mijn voordeur. Want dat was letterlijk zo. In dit hotel waar we nu zitten, dat was voormalig Hotel Maastricht. Hier zat Helmoet Kohl met zijn entourage bijvoorbeeld. En dat was echt op loopafstand van mijn ouderlijk huis. Dus ik was daardoor gefascineerd. Ik wilde daarbij zijn eigenlijk. En ik ging met mijn fiets kijken hoe dicht ik erbij kon komen. Maar ik stuitte al vrij snel op hekken. Achteraf gezien is dat misschien ook wel zegt iets over dat Europese project. Want ik wilde eigenlijk heel graag dit meemaken. Ik besefte dat er na de val van de muur iets heel groots aan de hand was in de wereldpolitiek. Ik wist natuurlijk niet precies wat als 15-jarige jongen, maar ik voelde wel van het gaat hier om echt heel belangrijke dingen in de wereldgeschiedenis. Nu komt het Europese antwoord, dat gaat geformuleerd worden op 100 meter van de voordeur van mijn huis. Daar wil ik een onderdeel van zijn, maar ik kon er niet bij komen. Het was zo dichtbij, maar ook zo ver weg tegelijkertijd door de enorme beveiliging van de stad. En ik kwam dus niet verder dan zwarte hekken. En ik kon alleen maar in de verte bijvoorbeeld dit hotel zien liggen. En dat zegt wel iets, dus het was dichtbij, maar ook heel ver weg. Ja. Is dat misschien niet ook een beetje symbolisch dat nu ook wel eens het gevoel is van Europa is heel dichtbij, maar ook ver weg. Want alles wordt zo'n beetje in Brussel besloten achter gesloten deuren. Ja, ik denk wel. Ik vind dat achteraf, het is iets wat ik nooit heb kunnen vergeten. Het is altijd een belangrijk moment geweest. Want het is echt zo dat het mijn hele leven niet gebeurd is dat ik zo dichtbij zoveel macht, Europese macht in de buurt geweest ben als toen. Maar toen was het dus ook absoluut onbereikbaar. En dat zegt ook iets over dat Europese integratieproces vanuit de ogen van een gewone Europeaan. Het blijft altijd heel erg ver weg. En daar zit ook een heel belangrijke oorzaak van het geloofwaardigheidsprobleem. Dat veel van die Europese oplossingen en Europese politiek en stappen in Europese integratie hebben. Namelijk, wat doen wij nu eigenlijk daarmee? Wat zien wij daarvan terug als gewone Europeanen? Kunnen wij daarop bouwen? Zijn het partners van ons, die hoge politici die zo ver weg zijn? Of zijn het misschien toch ook krachten die we met argwaan en wantrouwen tegemoet moeten treden, omdat we te weinig grip krijgen en inzicht krijgen in wat zij eigenlijk doen? Het verdrag van Maastricht was indrukwekkend, omdat het een gezamenlijk politiek antwoord was van de samenwerkende Europese staten op al die ontwikkelingen. Maar het was niet meer dan een soort antwoord onder druk. Dus het was ook in zekere zin een vreemd antwoord. Het was indrukwekkend omdat het gezamenlijk genomen werd. Maar het was ook vreemd omdat het bijvoorbeeld ging over een muntunie. En mensen misschien verwachten, ja, dit is een politiek moment. Misschien moeten er ook politieke standpunten ingenomen worden. Wat is de positie van Europa in de wereld van de 21ste eeuw? Hoe zorgen we ervoor dat de Europese waarden van hoe we met elkaar omgaan als mensen en hoe we onze samenleving inrichten overeind blijven in een wereld die minder stabiel zal zijn omdat de Koude Oorlog voorbij is en de wereld niet meer geordend is in twee blokken, maar veel onvoorspelbaarder zal worden. Die politieke vragen lagen op tafel. Je zou kunnen zeggen dat Europa bij het verdrag van Maastricht door de poort van de politiek en het gevoel ging, weer terug de wereldgeschiedenis in, uit een quarantaine van Koude Oorlog, die decennia had geduurd, weer terug als een soort zelfredzaam geheel in de wereldpolitiek. En dat de vragen die daarbij hoorden eigenlijk wel op tafel lagen, maar terzijde geschoven werden in dat verdrag van Maastricht. Werden eigenlijk niet uitgewerkt. Werd eigenlijk een beetje gedaan alsof we misschien wel door zouden kunnen gaan zoals we ooit hadden gedaan in de orde van de verdragen van Rome, met die gemeenschappelijke markt, met de zes. In een situatie van Koude Oorlog, of die situatie misschien wel gecontinueerd zou kunnen worden na het einde van de Koude Oorlog en de val van de Berlijnse muur. En dat is natuurlijk niet het geval. En omdat die politieke dimensie zo lang ontkend is, zorgt die nu voor zo grote problemen. Want alle vragen die nu op tafel liggen, of het nou gaat om die sociale kwestie tussen winnaars en verliezers van de integratie, of het nou gaat om de externe veiligheid en de relatie met Rusland, of het gaat om de bedreiging van de veiligheid in Europa zelf door aanslagen,
of het gaat om de bedreiging van buitenaf door IS. Het zijn allemaal politieke vragen die gaan over wie zijn we, waar staan we voor en waar zetten we op in. En dat zijn geen vragen die je met technocratie en marktintegratie kunt beantwoorden. En dat wordt ondertussen heel erg duidelijk. De grote vraag is nu, hebben we die politieke vragen te lang voor ons uitgeschoven? En is het nu te laat of kunnen we dat nog herstellen? Kun je ook zeggen dat het verdrag toen zich vooral en misschien dan zelfs te veel op het financiële en het economische heeft gericht, maar niet op het politieke en het sociale, waardoor het in feite een soort ruwbouw is gebleven en niet is afgebouwd? Ja, in zekere zin kun je dat wel zeggen. Maar er moeten wel twee opmerkingen bij gemaakt worden. Want het verdrag van Maastricht was niet alleen een prestatie van gezamenlijkheid, maar het was ook een enorme prestatie omdat de Frans-Duitse verzoening hernieuwd werd op een duurzame manier. Want die hebben we nog steeds. En dat is een historische prestatie van formaat. Maar om die Frans-Duitse verzoening te vernieuwen, was het nodig om elkaar wat te gunnen. De Fransen en de Duitsers gunden elkaar wat. De Duitsers konden doorgaan met die Duitse eenwording, als de Fransen daar een monetaire unie voor terug zouden krijgen. En daardoor kreeg dat verdrag van Maastricht heel erg die monetaire invulling, die financiële economische invulling zou je kunnen zeggen, gekoppeld aan de markt die er al was. En daarvan kun je het volgende zeggen. Dat is een heel technisch iets, zo'n monetaire unie. Dat is heel technocratisch. Het is ook een verantwoordelijkheid uiteindelijk van technocraten om dat vorm te geven en te onderhouden, zo'n monetaire unie. En in dat opzicht is het verdrag van Maastricht dus ook een vervreemdend verdrag. Want omdat het zo technisch werd, adresseerde het eigenlijk niet die grote politieke vragen die te maken hadden met het einde van de Koude Oorlog. En kwam het eigenlijk ook dus verder af te staan van de mensen. Want het werd eigenlijk nog technischer dan dat het al geweest was. En ik denk dat daar de grootste tekortkoming zit van het verdrag van Maastricht. Dus als je de orde van Maastricht die we sindsdien hebben overeind wil houden, en er is heel veel voor te zeggen om je daarvoor in te spannen, dan moet je aan die politieke en sociale dimensie gaan werken die eigenlijk verwaarloosd zijn door de vorm die het integratieproces gekregen heeft. De grote winst van het verdrag van Maastricht is dat toen de Europeanen bewezen hebben, wij willen ook op eigen kracht verder met dat integratieproces. En tot nu toe houdt men dat al 25 jaar vol. Maar we weten niet of we over 50 jaar zullen zeggen, het verdrag van Maastricht was het begin van het einde van de Europese integratie. Ik hoop dat zelf van harte van niet, dat we kunnen bewijzen dat we dat kunnen revitaliseren op eigen kracht. Maar het is die vraag die nog steeds onverkort voor ligt. Als u de politici nu een gereedschapskist zou willen meegeven, wat zou daarin moeten zitten om er toch meer een succes van te maken? Nou, het allerbelangrijkste wat daarin moet zitten is politieke moed en eerlijkheid. Want we zijn op een punt aangekomen dat in de democratieën van de lidstaten duidelijk gemaakt moet worden dat die lidstaten een onderdeel zijn van die Europese integratie. En dat het niet zo is dat de Europese integratie en de lidstaten dat tegengestelde dingen zijn. Nee, het zijn veel meer communicerende vaten. Heel lang is het zo geweest dat die Europese integratie doorging met een bepaalde basisconsensus, waardoor het voor nationale politici niet nodig was om te verdedigen wat er in Brussel en in Europa gebeurde, maar gewoon nationale politiek te blijven bedrijven en een beetje te doen alsof dat niet bestond. Heel lang is daarbij ook Brussel en de Europese integratie vaak gebruikt als een verklaring voor problemen. Dus het kwam alleen aan de orde als er problemen verklaard moesten worden die niet nationaal verklaard konden worden. Die fase kunnen we eigenlijk niet langer volhouden. Het is heel erg nodig dat nationale politici, zoals Merkel bijvoorbeeld heeft gedaan in de eurocrisis, in de nationale parlementen gaan uitleggen dat het binnenlandse en nationaal belang heel erg verknoopt is met wat er gebeurt in die Europese integratie. En dat je die twee dingen niet tegenover elkaar moet zien, maar veel meer in elkaars verlengde. En dan kun je vervolgens debatteren over hoe je precies de invulling geeft aan bepaalde oplossingen voor beleidsproblemen en politieke problemen. Maar dat standpunt moet langzaam ingenomen worden. Het kan niet zo zijn dat de lidstaten zich nog langer verschuilen achter de instituties, zonder zichzelf te engageren met het Europese proces dat zij eigenlijk dragen. Want het is nog steeds een samenwerkingsproces van lidstaten. Het is geen federatie.
En dat betekent ook dat die entiteiten, die lidstaten, die verantwoordelijkheid moeten nemen. Ook politiek. En dat betekent dat ze het verdedigen, aanvallen of bespreekbaar maken in hun nationale democratieën. En dat is heel hard nodig.